In Nederland worden jaarlijks meer dan 1 miljoen misdrijven gepleegd die bekend zijn bij politie en justitie. Maar ook vele misdrijven blijven onbestraft, doordat mensen justitie te slim af zijn of doordat simpelweg iedereen erover zwijgt. De brutale journalist Alberto Stegeman pakt juist die misdaden aan in zijn programma Undercover in Nederland. Een van de bekendste en meest spraakmakende undercover-operaties is die op een legerbasis. Alberto trekt de stoute schoenen aan en een legerpak en gaat testen hoe gemakkelijk je zo'n basis binnenkomt. Het blijkt een koud kunstje. En binnen de kortste keren wandelt Alberto doodleuk tussen de helikopters. Ja, dat zijn helikopters. Op dit moment testen mee worden uitgevoerd. In de buurt van de hangar sta ik oog in oog met een F-16. Enkele mensen zijn druk bezig met het onderhoud. En niemand die het raar vindt dat ik ernaar sta te kijken. Ook als Alberto in de hangar rondloopt, heeft niemand door dat hij daar niet hoort. Maar brutaal als Alberto is, gaat hij nog een stapje verder. Hij stapt namelijk in een legertruck en rijdt er doodleuk het terrein mee af. Ik rijd dus nu van het terrein af. Met een militair voertuig. Ik rijd dus nu op de openbare weg. Met een leger voor me liggen. Alberto is in 2011 ook een onderzoek gestart naar de illegale prostitutie in Nederland. Een grote undercover operatie met een collega van Alberto, die zogenaamd hoer wil worden, leidt tot een ontmoeting met verschillende pooiers. Dit zijn niet de meest nette figuren, maar daar zit Alberto echt niet mee. Hij gaat er gewoon op af. Goedemorgen. Ik zal me even voorstellen. Alberto Stegeman. Hallo. Dag, Alberto Stegeman. Dus u wilt haar in de illegale prostitutie helpen? In de illegale prostitutie? Nou, niet illegaal hoor. Nee, is het niet illegaal? Nee hoor. Wij doen niks illegaal, we doen alles op papier. Nee, jullie doen niks op papier, want ze hoeft zich helemaal niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Nee, moeten wij niet inschrijven. Moeten wij dat niet. Rotterdam is allemaal gek. Ga je dan nog meer mensen klaar? Je bent ook met de camera en maak je dood. Dat smeer ik. Dat smeer ik. Ben je van me afblijven? Dat is kankerrijden. Nee, dan moet je met mij mee, met mij mee dan. Dan zal ik je even wat laten zien, gek. Kankerboer. Laat je nou weer naar de kruisen. Dat smeer ik. Laat je nou weer naar de kruisen. Wat wil jij dan? Niet doen. Doe die camera weg of ik slaap kapot. Afblijven. Luister, ik zeg het je voor de laatste keer. Luister, hij mag weer opnieuw kruisen. Is dat begrepen? Door zijn brutale manier van journalistiek bedrijven en het gebruik van verborgen camerabeelden brengt Alberto nogal wat tijd door in de rechtbank. Maar dat maakt hem niets uit. Want voor hem is dit een typisch gevalletje van het doel heiligt de middelen. Ik rijd dus nu op de openbare weg met een leger voertuig.